Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vanaf de Noordzee drijven nog een paar buitjes het land binnen, maar we hebben vanochtend vooral te maken met mistbanken en lokale gladheid. Die mist die gaat heel traag oplossen, daardoor is het vooral in het oosten langgrijs en kil. In de rest van het land wordt het in de loop van de ochtend beter en dan schijnt geregeld de zon. En dat enkele buitje, dat verdwijnt ook. Vanmiddag heb ik goede hoop dat ook in het oosten de zon gaat doorbreken. Dan hebben we temperaturen van 4 graden langs de Duitse grens tot 8 graden aan zee en het is overal droog. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. De zuidwestenwind gaat harder waaien en aan het einde van de avond begint het in het noordwesten te regenen. S'nachts regent het dan overal, gaat het ook stormachtig waaien met stevige windstoten in de kustprovincies. En ook morgen overdag is het wisselvallig weer, er vallen enkele buien. Van tijd tot tijd schijnt ook de zon en het wordt dan zo'n 4 tot 8 graden. Donderdag en vrijdag is het ook zeer wisselvallig weer. Vooral donderdag kan het in de noordelijke helft van het land ook af en toe omweren. En er staat opnieuw veel wind. In de avonduren is er weer kans op een storm. Ook vrijdag een kleine kans op storm. En zaterdag wordt het dan allemaal wat rustiger. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.